Ed Goossens, betrokken bij de vorming van de coalitie, oftewel informateur. Zijn nu twee ronden geweest, mag ik het zo zeggen? In ieder geval de verkennende gesprekken op 25 en 26 maart die zijn geweest. Nou, daar is verslag van gemaakt. Dat wordt op dit moment allemaal nagekeken en dat wordt ook straks gepubliceerd. En vandaag hebben we een drietal verdiepingsgesprekken gehad met VVD, GroenLinks en D66. In de eerste ronde kon elke partij antwoord geven op vragen die jullie gesteld hadden. Wat waren die? Nou, die vragen die bestonden uit een aantal algemeenheden in de zin van hoe zien ze de opkomst. Hè? De opkomst vonden wij natuurlijk nogal teleurstellend. Daar vonden wij dat ze daar iets van moesten vinden, dan wel zeggen. Daar hebben we over gesproken. We hebben het gehad over het verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen. De onderlinge verhoudingen in de raad. De verhoudingen die ze belangrijk vinden, hoe je met elkaar omgaat. Kortom, ze hadden, ik geloof, een zestal vragen als huiswerk meegekregen. Voorbereidingstijd was denk ik ook daardoor voldoende. Nou, en daar is ook in alle openheid en transparantie over gesproken met iedereen. Wat is jou bijgebleven van die eerste ronde? Dat iedereen, en dat bedoel ik ook de nieuwkomer, zoals bijvoorbeeld Forum voor Democratie, er heel constructief en goed in zaten om echt mee te denken over van wat goed is voor Tiel en met name de inwoners en ondernemers. En ja, daar heb ik eigenlijk geen rare dingen uit kunnen herleiden. Dat iemand zijn kruid droog hield of zei van ja, daar kun je met ons niet over praten. Iedereen zat er heel open en transparant in. Ja, een van de vragen die gesteld werd was de rondweg Passewaaij. Iedereen was natuurlijk voor, ja. Alleen er is nog geen euro voor gereserveerd. Nee, dat was een van de dingen die mij opviel. Iedereen aan tafel benoemde dat ook. Was overigens geen vraag die wij hadden gesteld. Maar gaandeweg benoemde iedereen dat als zijnde belangrijk. En ik vond het noodzakelijk om te constateren, en daar heb ik ze ook mee geconfronteerd, dat er feitelijk 0 euro in de begroting staat. Dus volgens mij is er nog wat te doen straks, ook met het coalitieprogramma, als dat geschreven moet gaan worden. Als die rondweg of ontsluitingsweg gaat komen, wordt dat dan de Ed Goossensweg? Nou, dat ga ik zo zeker niet zeggen. Ik denk dat het van belang is dat die weg goed bekeken wordt welke ontsluiting er moet komen. Wat ik wel weet is dat het een dossier is wat Tiel al heel lang bij zich draagt. En volgens mij moeten de stappen gezet worden om op enig moment ook tot een uitvoering te komen. En dat kan nog wel even duren, maar je moet wel gaan sparen volgens mij. Er werd ook gevraagd naar, aan elke partij van nou, wat zou nou in uw ogen de beste coalitie zijn? Wat werd het meeste genoemd? Ik denk dat heel vaak P van de A werd genoemd en met uitschieters met VVD en GroenLinks D66. Dat zijn de partijen die zeg maar hier in Tiel ook de nodige zetels hadden en hebben nog steeds. Of dat het gaat worden, dat zal de komende weken gaan blijken. Heel veel partijen waren duidelijk, maar nog niet allemaal. Vandaar de tweede ronde. Ja, die verdiepingsgesprekken hebben wel geleid tot de punten die wij nog moesten bespreken met hun. Dat ging over gevoeligheden, dat ging over partijprogramma's, dat ging over personen. Die hebben we vandaag allemaal gedetecteerd en goed door kunnen spreken. Dat is dus achter deuren gebeurd? Ja. En dat was... Ben je het er niet mee eens? Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk prima zoals het gegaan is. Mm. Maar als raadslid ben jij een publiek figuur. En dan ja, hoort het erbij om daarover te vertellen of niet? Of gaat het dan te ver? Nee, dat gaat in deze fase te ver, omdat ik vind dat ik als informateur ook wil weten van hoe de gevoeligheden liggen. Ik zit daar onafhankelijk in en ook vanwege het feit dat ik niet alle personen, dan wel programma's, dan wel eigenaardigheden die zich in een politieke proces afspelen, dat ik die allemaal ken. Dus ik wil daar een eigen beeld van vormen. Maar ik snap wel dat als er gevoeligheden worden besproken, dan is dat beter om in beslotenheid te doen. Want dan praten mensen gewoon makkelijk. Goed, dat is dus gebeurd. Ja. Vandaag was dat met GroenLinks, de VVD en D66. Zonder over die gevoeligheden te spreken. Heeft het wel het een en ander gebracht? Ja, ik denk dat alles op tafel is gekomen wat we wilden. En mijn eindvraag is dan ook altijd van hebben we nog nabranders of zijn we nog dingen vergeten?
Waarbij we ook even teruggeblikt hebben op de gesprekken die hiervoor hebben plaatsgevonden. Dus ik denk dat dat ook in deze fase goed is verlopen. En ik hoop eigenlijk dat ik richting weekend al een beetje kan gaan schrijven aan mijn advies. Zodat ergens de contouren eind volgende week wellicht meer zichtbaar worden voor een vervolgproces. Als we dan toch over gevoeligheden spreken. Het sommetje van 14, 15 of 16 zetels. Die kan iedereen wel eens een beetje invullen. Laten we zeggen, dat werd ook in de eerste ronde gezegd. Dat motorblok, dat is PVDB, PVDA, zijn er 10. En dan heb je er nog minimaal 5 nodig. Gaan we over links in Tiel of gaan we over rechts? Oftewel GroenLinks of VVD of dan een keuze tussen D66. Zit ik dan in de juiste richting? Nou, het is een richting. Maar ik denk dat we eerst nog goed moeten nadenken. Kunnen wij dat motorblok nog verder verstevigen? Zien wij daar nog kansen toe? Ziet daar zelf nog mogelijkheden toe om die te versterken, zeg maar. Hoe zie je dat? Nou, met name in de rolverdeling van verschillende partijen. We hebben hier te maken met verschillende lokale partijen, verschillende landelijke partijen en een nieuwkomer. De nieuwkomer is natuurlijk Forum. Dan doe je op ProTiel, want die was heel duidelijk, hè? Die zei van nou, wij willen best wel meedoen. We hoeven niet een wethouder te leveren. Het gaat om ons, om Tiel. Dan zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, tel die er maar bij. Nou ja, ik heb al eerder gezegd, hè, in deze fase is nog niks en niemand uitgesloten. Maar ik sluit ook niet uit dat we een motorblok met 3 partijen starten. En wie dat dan op dit moment zijn, dat is nog onvoldoende bekend. Maar ik denk wel dat je daar voldoende potentieel in deze coalitie kunt neerzetten. Ik neem aan dat die verdiepingsgesprekken ook geweest zijn om nou eens te kijken van hoe stabiel zijn die partijen nou. Is dat duidelijk geworden? Nou, dat was het juiste woord. Die stabiliteit die hebben wij met name besproken. Omdat er is nogal wat gebeurd in Tiel bij verschillende partijen. En dat wel, hè. Ik heb sommige dingen teruggekeken op beeld en ik heb ook natuurlijk de media berichten gelezen. Dus die stabiliteit is wel een factor die vanmiddag behoorlijk aan bod kwam. Ja. In die eerste ronde zei bij monden van Laurens Verspuijen bij D66, dat is een hekelpunt, de wethouderskandidaat die jullie hebben, Ton Zuidema, is dat een halszaak of valt daarover te spreken? Toen liet hij doorschemeren dat daarover te spreken valt. Ja. Viel. Is dat een punt wat vanmiddag besproken is? Dat is vanmiddag besproken en we gaan dat gesprek opvoeren. Kun je al daar iets over vertellen? Nee, we hebben daar uitvoerig over gesproken, zeker ook aan bod geweest. Maar je moet dan ook realiseren dat op het moment dat je sowieso over personen hebt, dan is het ook altijd goed dat je dat ook met de personen in kwestie bespreekt. En als daar handreikingen toe worden gedaan, dan is het de zaak of je die handschoen oppakt of niet. Ander punt is niet D66, maar GroenLinks. Een Alceuze, de vorige fractieleider, heeft in een heel vroeg stadium aangegeven dat hij de wethouderskandidaat zou zijn voor die partij, mocht het zover komen. Uiteindelijk heeft die partij sinds kort een wethouderskandidatuur opengesteld voor iedereen. En meneer Seuze heeft aangegeven dat hij daar niet aan meedoet. Dat lijkt dat daar binnen die partij vrevel is. Wat ik heb begrepen op de gesprekken die we vanmiddag hebben gevoerd, is de heer Seuze bekend met de procedure die is opgestart. En wat ik er nu van weet is dat hij niet heeft gesolliciteerd als zodanig. Goed, dat geeft dus wel aan dat het niet helemaal lekker zit. Nou, dat is aan de partij of dat niet helemaal lekker zit. Volgens mij moeten de partijen dat aan elkaar kunnen uitleggen. Hè? Laat ik het anders zeggen, geeft dat vertrouwen? Ik denk dat voor wat betreft de procedure, dat die heel clean is. Hè? Ze hebben een procedure en een profielschets gemaakt. En dan is het natuurlijk aan iedere partij hoe ze daarmee omgaan. En ik vind het wel van belang dat spelregels voor iedereen dan helder zijn. En dan is het altijd aan kandidaten of ze daar wel of niet op meedoen. Daar ga ik niet over. De VVD, dat was de derde partij die hier was, om daar nog meer duidelijkheid over te krijgen. Gaat ook over stabiliteit natuurlijk. Wat is jouw indruk? Nou, ik denk
De VVD heeft aangegeven wat ze graag willen. De VVD heeft ook aangegeven dat ze Remco Dijkstra als kandidaat wethouder hebben. Ja, en dan is het nu aan straks aan onder andere de PvdB om daar goed naar te kijken. En of men die stabiliteit ook heeft ervaren dan wel ziet met de fractie zoals die nu er zit. Geef eens een tijdsindicatie. Wanneer heeft hij een nieuw stadsbestuur? Dat kan ik echt nog niet geven. Het is zo dat ik op dit moment nog steeds de informateur ben. Ik ga een advies afgeven. Dat hoop ik zo concreet en zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ook op basis van de gespreksverslagen, ook op basis van verkiezingsprogramma's en de verdiepingsgesprekken. Ik weet wel dat wij niet over één nacht ijs gaan. En dan bedoel ik de PvdB met mij. Knip.